het nog niet echt geprobeerd. Toen heb nog trouw met condoom. Mijn baarmoeder ligt ook vast verkeerd. En zijn zaad is vast heel sloom. We hebben ambities, torenhoog. En werken door van 8 tot 11. Hebben voor anderen geen oog. Zijn zoveel bezig met onszelf. Toch schiet er door mijn hoofd soms een nog onbekend gezicht. Met haartjes zacht als dons. En de kleine oogjes dicht. Ik ben nog een idee. De klok die tikt maar door. Ja, we worden nu echt oud. De vrienden gingen ons al voor. Kregen het eerder al benauwd. Ze gaan er zelf aan onderdoor. En hun relaties lijden mee. Nooit meer seks zoals daarvoor. Nooit meer romantiek voor twee. En uiteindelijk is het ook een kwestie van fatsoen. Want hoe weet je of je iemand wel een leven aan wilt doen? Misschien raak je wel verstomd van die gedachte die nooit werkt. Als je er plotseling achterkomt dat je een levend wezen bent. En hoe leggen we je uit dat God niet echt bestaat? Dat de wereld straks vergaat. Toch schiet er door mijn hoofd soms een lief neusje of een been. En kleine handjes die mij zoeken. Ook al zijn er nu nog geen. Je bent nog een idee. Je houden zal van iemand die je nog niet kent. Waarom bestaat voor dit soort dingen nog steeds geen proefabonnement? Uiteindelijk is het ook een kwestie van fatsoen. Want hoe weet je of je de wereld wel jouw genen aan wilt doen? Zou je gesloten zijn?